Oh, wauw. Nou, Hanna, ik heb een goed idee. Waarom kom je niet morgen ook naar de verjaardag van mijn moeder? Ja, vind je dat niet leuk? Kom gewoon morgen en dan kunnen we het allemaal gewoon lekker gaan vieren, toch? En naar de verjaardag van deze moeder, voor het eerst een moeder ontmoeten. Oh, dat is wel heftig. Nou ja, ik zie je morgen. Trek wat leuks aan en maak je geen zorgen. Mijn moeder zal je zeker leuk vinden. Oh, wauw. Ik kan niet geloven dat ik naar de verjaardag van deze moeder ga en dat ik deze moeder ga leren kennen. Mam, mam, mam. Ik heb een modeadvies nodig. Ik heb een outfit nodig. Ik ga morgen de moeder van Dave ontmoeten, mam. Maar je hebt toch hartstikke leuke kleding, Hanna? Wacht, ik kom mee. Ik laat je gelijk zien wat je kan dragen. Laten we eens even kijken. Volgens mij heb ik al een goede jurk in gedachten. Wat vind je van deze jurk? Deze jurk is superleuk. Die draag je ook op je verjaardag altijd. Mam, dat kan ik toch niet aantrekken? Ik bedoel, die heb ik veel te vaak aangetrokken. Ik moet iets nieuws aantrekken. Ik kan niet altijd hetzelfde aantrekken, mam. Ik wil gewoon nieuwe kleding. Dat is veel beter. Nieuwe kleding? Nou, op zich kunnen we wel wat gaan. Ja, we kunnen wel gaan shoppen. Ik heb ook nieuwe kleding nodig. Oké, dan is het zo afgesproken. We gaan gewoon shoppen. Jee, oké, mam. Jongens, wat zijn jullie aan het doen? Nou, we gaan shoppen voor nieuwe kleding voor Hanna. Ze heeft nieuwe kleding nodig. Dus we gaan gelijk kijken. Oké, is goed. Ik wou eigenlijk ook mee, maar het ziet eruit dat jullie al met z'n tweetjes gaan. Pap, je kan de volgende keer meegaan, oké? Het is om een nieuwe outfit voor deze moeder. Zo, oké, we zijn eindelijk bij het winkelcentrum, mam. Zullen we kijken bij de leukste nieuwe winkeltjes? Dat lijkt me echt een hele hippe winkel. Oh, kijk, en dit staat hier super mooi. Kijk eens, ik geef toch super goed modeadvies. Ja, hij staat inderdaad wel mooi bij mijn rode haren, inderdaad. Ik vind hem wel leuk. Wauw, dat is een goede winkel, maar. Oh, die vrouw. Nee, ze mag me niet zien. Oh, is dat die hele gemene lerares? Die ene die je telkens in de val wil lokken? Ja, precies, mam, dat is er. Wat moeten we nou doen? We kunnen haar me niet laten zien. Ja, inderdaad, het zou niet goed zijn, maar. Oh nee. Oh, Hanna. Hallo. Oh, hallo. Hallo, mevrouw Vogel. Hallo, hallo, hoe gaat het met u? Ja, het gaat hartstikke goed hoor. Waar is Hanna? Waar is dat achterbakse kreng? Ik weet, ik bedoel, waar is ze? Dat hele lieve meisje, ja, Hanna. Oh nee, ik zie al dat ze me niet mag. Wat moet ik nou doen? Ik moet me gewoon hier verstoppen, denk ik. Waar is Hanna nou naartoe gegaan? Ik snap wel dat ze zich verstopt, maar waarom laat ze me alleen achter? Hanna? Hanna? Oh man, ik vind echt geen leuke jurk hier. Ik heb wat hulp nodig. Oh man, misschien zijn er niet heel veel leuke jurken hier. Maar Hanna? Psst, Hanna. Mam, 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 ik zit hier, ik zit hier. Mam, kan je alsjeblieft ervoor zorgen dat hij weggaat zodat ik er ook uit kan? Dat is inderdaad de beste manier. Maar ik denk dat we er al verloren hebben. Ik denk dat we gewoon weg kunnen. Oh, daar is Hanna dus. Nou, Hanna, wat leuk. Oh nee, mam, alsjeblieft, bescherm me. Vind je deze jurk misschien niet heel leuk? Ik bedoel, dit rokje? Zou je dit niet willen passen, Hanna? Dit is toch wel een leuk rokje van jou? Jeetje, Hanna, pas het maar gewoon, zodat ze niet gaat klagen. Mam, alsjeblieft, Hanna, doe het gewoon. Ik heb geen zin in die hele discussie. Jij hebt er geen zin in. Zullen we het gewoon doen? Maar mam, dit ziet er toch niet uit? Dit kan ik echt niet dragen naar deze moeders verjaardag. Dat weet ik, Hanna, maar we moeten er gewoon tevreden stellen, oké? We moeten ervoor zorgen dat er geen problemen voor wordt ontstaan vandaag. En wat vinden jullie van de jurk? Vinden jullie niet super mooi, super prachtig? Vind hem. Hij is wel oké? Nou ja, zeg. Ik doe moeite om het goed te maken en ze worden nog steeds boos op mij. Oh, mam, ik moet hier gelijk weg. Dit kan ik echt niet aan. Ik zal je zelf vertellen, Hanna, ik kan het ook echt niet aan. Laten we gewoon weggaan, inderdaad. Dat is veel beter dan dit. Ik heb hier nog een jurkje. Vinden jullie deze misschien niet leuk? Pas hem wel dan. Och, Hanna, je hoeft hem niet te passen als je het niet wilt. Volgens mij staat hij helemaal niet leuk. Deze jurk is veel te groot voor mij. Dit ziet er veel te volwassen uit. Ja, sorry, deze jurk kan ze toch niet aandoen? Dit is toch belachelijk? Deze is veel te groot voor haar. Nee, dit kan niet.
Ik vind het een hele mooie kleur. Vindt het er niet goed uitzien? Nou, ik vind het er belachelijk uitzien. Dit is geen goede jurk. Wat voor modeadvies geeft u nou? Dit slaat nergens op. Nou ja, sorry hoor. Ik werk wel gewoon in deze winkel. Ik heb gewoon mijn eigen modezaak. Nou ja, u heeft uw eigen modezaak, maar ik heb meer gevoel voor mode. Dit slaat nergens op. Nou ja, als u dat zo vindt, kunt u beter mijn winkel uitgaan, want ik heb geen zin hierin. Maar we hebben hier ook nog wat twee jurkjes die je kunt proberen. Nou, ik denk dat we beter weg kunnen gaan, hè? Hanna? Blijf wachten. Wacht. U blijft hier. Mam, probeer je los te maken. Hanna, ik zit volgens mij vast. En, sorry hoor, maar kunt u ons niet meer lastigvallen? Dit is al de 100ste keer. Ik ben er helemaal klaar mee. Oh, mam, ze gaat het erger maken. Dit is niet de bedoeling. Het is niet wat ik wou.